Dus wat vind je dat heb ik met studeren zo vaak gedacht. Als het aan de voorkant van de straat te krijgen was, ik zou het echt pakken gewoon. Oh wee. Ik heb wel eens coke gebruikt. Cocaïne. Sos. Nami. Nee. Thank God. Ja, ik ook niet. Hoezo thank God? Ja, je wilt toch niet dat je kind coke gebruikt? Ik denk wel dat er een bepaald stigma omheen heerst die niet altijd correct is. Ja, dat weet ik nog. Ja. Hoe denk je dat coke voelt? Ik zou er echt verslaafd aan kunnen raken. Omdat die focus en zo en die ruimte in je hersens, hè, dat vind ik gewoon geweldig. Ja. En dan denk ik, zo'n lijntje, hupsakee. Yes! Sommigen worden er een beetje arrogant van. Dus oh ja? Dat je, ja, mensen voelen zich goed ervan. Je hoort toch ook wel eens verhalen van CEO's van bedrijven die dan presentaties moeten geven, wereldpresentaties. Ja. En dan nemen ze gewoon even een lijntje vooraf, stevig in je schoenen. Lijkt mij heel vermoeiend en heel eng allemaal. Ik denk niet echt dat ik er lol van kan hebben. Ik vind het ook altijd zo gek dat mensen dan gelijk weer een beetje nuchter of zo worden. Dat je niet meer moe bent en als je denkt van, oh, ik moet nog zo lang. Denk even, ik moet het even afmaken en dat het niet lukt. En dat je dan zo'n lijntje, hup, door. Oh, heerlijk. Mensen nemen koken en dan opeens zo van, oeh ja, ik kan alles en dit kan ik doen en let's go. En dan denk ik van, oké. Okay. Terwijl ik dan zeg maar daar sober zit en denk van, Dus wat vind je dat heb ik met studeren zo vaak gedacht. Als het aan de voorkant van de straat te krijgen was, ik zou het echt pakken gewoon. Kijk, heel veel matties van mij, die zijn natuurlijk al van die haantjesachtige figuren. Dus als die dat dan gebruiken, ja, dan hebben ze het idee dat zij heel die festival ownen waar ze staan, toch? Wanneer heb je voor het eerst coke gebruikt? 20 jaar geleden. Toen ik 17 was. In mijn wilde jaren. Interessant. Nou, daar ben je nog steeds in, maar... Ik denk dat ik rond de 30 was of zo. Oh, dus dat is wel, ja, dat was pas veel later. Dat was samen met mijn broer. Toen zouden we dat eens gaan gebruiken, zomaar voor de gein, om eens even te kijken. Dus dan hebben we voor 120 euro een halve gram, geloof ik, of een gram. Zo weinig maar. Gehaald. Ja, okay. We hebben het al 14 jaar mee gedaan. En hoe was het? Tussen al het blowen en de ecstasy door, godsamme, hoe was het? Amazing. Ja? Word je er zo geil van dat stroop. En ik dacht tegelijkertijd van, zo, dat ga ik nooit meer doen. Heb je het ook nooit meer gedaan? Nou ja, ik heb het s'avonds nog 1 keer gedaan. En toen ik 's morgens uit mijn bed kwam, heb ik het nog 1 keer gedaan. Maar het had alleen een hele korte werking. Je zit in een tafeltje, in een kamertje, zit hier dat ding te snijden. Het stelt niet zoveel voor. Waarom heb je nog nooit coke gebruikt? Ik hoef het niet per se. Volgens mij ga je er eerder dood aan dan dat je er lol aan hebt. Ik hou niet van uppers. Ik ga niet goed op uppers, zeg maar. Ik ben van mezelf, ben ik al super energiek. Dus nee, als het me aangeboden zou worden, zou ik nee zeggen. Ja, ik denk toch omdat ik dat wel een beetje spannend vind of zo. En dat je dan ook wel gewoon hoort dat het allemaal verslavend is. En... Ik zie ook mensen zeg maar vaak coke gebruiken en ik denk altijd van... Nee, like, zeggen ze van, oh ja, dan kan ik langer doorfeesten of zo. Dan denk ik van, oké, okay, maar can't relate. Want ik hoef eigenlijk geen coke te hebben om de hele avond door te gaan. En ik denk niet dat jij het ook heel leuk zou vinden als ik dat zou doen. Hoeveel denk je dat coke kost? Geen idee, ik kan me ook niet schelen ook nee, niet. Maar denk eens, maak eens een schat, ik ben wel benieuwd wat je denkt. Nou, er zijn wel mensen die er echt aan failliet gaan. Wat zal het zijn? Ik weet niet, 15 euro voor één keer of zoiets? Hoeveel zou je denken dat een gram coke kost? Ja, ik weet niet eens wat een gram is. Maar is er een lijntje of zo, een gram? Nee, een lijntje is... Ja, dat doen ze toch ook. Ja, en dan snuif je in één keer een gram op. Dan snap ik dat je helemaal bent van, oh, eureka, nou kan ik alles. Ik denk dat je een hartaanval krijgt. Ja, ik denk dat je uit 1 gram kan je misschien 10 lijntjes halen of zo. 200 euro? Oh, nee joh. Nee, 50 euro. Ja, ik zou het ervoor over... 50 euro maar? 50 euro. En dan kan je dan 10 keer van zo'n lijntje pakken. Ik denk misschien wel vaker. Het ligt echt aan hoe vaker, ja. 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 Wanneer is de meest recente keer dat je coke hebt gebruikt? Die keer. 14 dagen, elke maar dag. Daarna ook niet meer. En een flinke snuif. En dat was het. Don't lie. Je fucking smiecht.
Daar hebben we dan een tientje opgerold en dan op zo'n bankpasje. En dan met zo'n scheermesje. Ja, het is een soort poeder, maar dat kleft nog aan elkaar vast. Dus dan moet je goed losmaken. Heb je daarna nooit meer gehad dat je dacht, ik ga er nog nooit. Een keer... Nooit. Nee, nooit. Nee, ik vind dat heel gevaarlijk. Nou, dan snuif je het hier in één neusgat en dan in de andere. En dan... Ja, maar dan denken mensen gelijk dat ik dacht, oh nee. Oh wow. Gisteravond. Seriously? Ja. Damn. Ik heb één keer geneukt in die periode met coke op. Nou, dat was ook wel lekker, ja. Dus dit is best wel krankzinnig spul. Je hebt het dus 14 dagen achter elkaar gedaan. Ja. Nou ja, dan kwam het er zo uit dat mijn broer had het één keer gebruikt en ik heb het gewoon toen opgemaakt. Want hij had er verder geen zin meer in. Dus ik heb toen elke dag een beetje van dat gebruikt. En uiteindelijk duurde dat 14 dagen voordat het op was. Nou ja. Nou, het klinkt wel als een diehard verslaafde bijna. Vind je coke een heftige drugs? Nee. Kennelijk bij genoeg mensen wel, maar ik vind het zelf niet zozeer, niet per se interessant of zo. Ik vind coke dus niet zo heftig, maar ik heb het ook nog niet zo gek veel gebruikt. Maar dat is omdat het bij mij gewoon oprecht een andere werking heeft. En ik denk per persoon dat dat gewoon kan verschillen. Ja, nee. Het is niet... Niet bijzonder. Niet bijzonder, nee. Sowieso op het woord cocaïne heel veel, echt heel, dat weegt heel zwaar. Hard drugs, oh, weet je, terwijl... Tenminste, de mensen die het dan nog nooit hebben gebruikt, die denken gelijk, oh, het is heel erg, wow, alleen omdat het drugs is. Ik denk dat de meeste, verreweg de meeste mensen die drugs gebruiken, daar hoor je niks van. Omdat die gewoon heel normale carrière hebben en gezond leven. Nou ja. Het effect ervan is niet heel heftig. Nee. Maar ik denk wat het op lange termijn met je kan doen als je het veel gebruikt, dat het wel heftig is. Ja. Dus qua verslavingsgevoeligheid wellicht wel heftig. 20 seconden om zoveel mogelijk synoniemen van het woord seks op te noemen. In 3, 2, 1. Neuken, seks. Liefde bedrijven, intimiteit. Knuffelen. Strelen. Penetratie. Deffen, pijpen, voorspel. Ejaculeren. Coïtus. Coïtus? Ja. Als je het een leuke video vindt, doe dan een duimpje omhoog, subscribe en laat een comment achter. Hey, doei.